en welkom bij deze nieuwe podcast van Hardlopen. Mijn naam is Peter Uveen en dit is misschien een van de meest bijzondere podcasts die je ooit gaat horen van mij. Ik heb zojuist 100 baantjes gezwommen in het zwembad hier op vakantie in Portugal. Ik ben nog steeds redelijk onderkoeld. Ik heb zojuist meer dan een kwartier gedoucht. Ik ben nog steeds super koud en ik wilde deze podcast opnemen. En ik weet het, het is moeilijk te verstaan. Maar het wordt beter. Dat wordt beter. Eén moment. Ben ik weer. Ik ben op dit moment onder de douche uit. En het is echt ijskoud. Ook al is het hier op vakantie. Het is niet warm. Ik ben steeds koud. Ik ben me aan het aankleden. Ik ben bezig met toch nog jezelf te overwinnen met een nieuwe uitdaging. En ik heb het zo koud. Ik moet echt warme kleren aan. Het is gewoon te mooi, te koud. 100 baantjes in een kort zwembad. Maar het waren wel 100. En ik moest continu hard blijven zwemmen om het maar vol te blijven houden. Ik ben nu helemaal aangekleed, het is 20 minuten later. En ik ben steeds aan het trillen. Ik zit hier voor een klein warmkeel, althans. Daar ga ik nu zitten. Om te kijken of het een beetje op kan warmen. Het was echt mooi. Het was echt uitdagend. Ik wilde beginnen met eigenlijk gewoon een paar baantjes zwemmen. Toen werd het 25 baantjes. Toen dacht ik van, ik ga naar de 50. En het was op zich koud, maar wel mooi weer. Een klein beetje regen had onder het zwemmen. Ik denk, misschien een uurtje bezig geweest. En het werd eigenlijk maar niet warm. En dat verbaast me, want ik heb de laatste 2 dagen gezwommen. Het ging op zich best redelijk. Het was wel fris, maar niet zo koud. Maar ik merkte nu gewoon gedurende het zwemmen. Op een gegeven moment zat ik op de 40 of de 42. En ik bleef me koud en ik bleef me te hard zwemmen, te ongecontroleerd. En mijn ademhaling was niet onder controle. Maar toch had ik zin om door te gaan. Ik ben een trainer voor de Wijzenzee. Dus ook schaatsen in de kou. Ook natuurlijk gewoon lang, dus ik wilde gewoon ver zwemmen. En, ooit ga ik ook gewoon een triathlon doen. Dus ik denk, ik ga gewoon door. 100 baantjes moeten doen zijn. En blijven zwemmen. Het was mooi. Het is een super mooie omgeving hier. En, als je gewoon uit het zwembad kijkt, zie je gewoon natuur, bomen, naaldbomen. Daar ook heel veel naaldpennen. Hoe noem je dat? Naald. Ja, volgens mij naaldpennetjes in het water. Nog een paar van die kleine vlindertjes, motjes gered. Die aan het spartelen waren in het water. Maar ik merkte gewoon als ik zeg maar halverwege met mijn lichaam uit het water kwam, zeg maar bij de ondiepe gedeelte, dat het dan echt nog kouder werd door de wind, want het waait echt hard buiten. Geen storm, maar wel echt goede wind. En dan denk ik, ja, ik ga maar even doorzwemmen, want het is gewoon koud. Nou, het warmkje staat vol open. Klein elektrisch warmkje. Volgens mij niet helemaal verantwoord, maar hier in Spanje, of tenminste Portugal, moet dat volgens mij wel kunnen. En ik zit er nu voor warm te worden met dikke sokken, broek, shirt, dikke jas. Maar het blijft maar trillen. En ik denk als ik zelf deze podcast later terug hoor, ik denk van, wat overdreven, maar het blijft gewoon maar koud. Ik ga denk ik nog wat doeken zoeken om onder te liggen en proberen warm te worden. Ik vind ook wel, net onder een kwartier onder de douche, en dan bleef ik maar trillen, nou nog steeds. Dus, een beetje onderkoeld, ik weet het niet. Volgens mij valt dat nog wel mee. Maar in ieder geval goed fris, laat het daar maar op houden. Ik zou zeggen, succes met hardlopen met jouw doel. Ik ga zo aan het werk, als ik een beetje ben opgewarmd. Maar eerst denk ik even nog veel water drinken. Succes en tot een volgende. Warmere, hoop ik, podcast.